ik bewonder je aan de ene kant, want ik vraag me af, hoe doet hij het met al die verhalen? Ik heb de meest pijnlijke, hatelijke dingen gelezen, maar hoe gaat hij om met al die verklaringen van de mensen? Nou, eerlijk gezegd, het stoort niet. Ik ga uit van de positieve kant van de zaak. Als je weet hoeveel mensen daar tegenover bidden. Dat is ook zo, hè? Ja, enorm, enorm. En hoeveel apps je krijgt van eigenlijk... Maar ze komen wel in vertwijfeling, hoor. Eigenlijk wil ik je komen aanraken om te weten of je werkt even in het ziekenhuis. En ik wil je hand komen vasthouden met je te lopen 's morgens. Want misschien stel je de zaak rooskleuriger voor dat het wel is. Dus die mensen raken wel in vertwijfeling over die broeiberichten die er komen. Maar ze heeft mij, ik maak me niet zo druk. Als er iets ernstig was, dan mensen weten hoe ik ben, zou ik gewoon het volk uitleggen. Weet u hoeveel berichten we ook, niet alleen in Suriname, maar ook ontzettend veel berichten uit het buitenland. Maar zij hoorde Aditamikade, jongen. Maar zij heeft saai eigenlijk. Ja, maar ook van die kant heb ik veel, veel positieve, in elk geval buitenland weinig negatief. Meer opbouwend. Maar hier heb je inderdaad een aantal, dat was toch grosjes, dat was toch iemand. Maar ja, hoe zeggen ze dat? Die bleef maar die gado. Dus ik storm me niet aan. Wat ik wel vervelend vind, het brengt onze mensen wel een beetje in twijfel. Zeker de oudere mensen, hè, die zeggen van joh, wat is er van waar? Soms zeg ik maar, laat mijn tante bellen. Ja, maar ik wil je zien. Want misschien bel je me vanuit het ziekenhuis. Dat was jaren.